In een wereld vol vernieuwing is het aanpoten om bij te blijven, zo ook op het gebied van content. Ik geef je de belangrijkste contenttips en trends waar je de komende maanden echt mee aan de slag moet. Nee, ik kan het ook niet meer horen, ChatGPT, maar het is toch echt wel heel handig. En nee, je wordt niet vervangen, maar zie het gewoon als een assistent. Laat ChatGPT bijvoorbeeld een eerste opzet maken of verschillende invalshoeken bedenken en maak er dan echt gebruik van. Het is wel belangrijk dat je je prompt duidelijk uitschrijft, want een duidelijke input zorgt uiteindelijk ook weer voor een duidelijke output. Geloof me, het gaat echt helpen. In 2023 gaat het niet meer stomweg om het verkopen van je product. Het gaat om het verhaal erachter, storytelling. Dus stop met zenden en focus je op het binden en aantrekken met relevante content. Nog eentje dan, en blijkbaar leeft het onder jullie, want ons best gelezen artikel gaat over spelling. Al is je contentstrategie nog zo goed, spelfouten zijn not done. Is het Rolex-horloge of Rolex-horloge? Zeg jij het maar. Ben jij benieuwd naar het antwoord en antwoorden op vragen zoals hoe bereik je de onbereikbare generatie Gen Z en wat zijn de beste overtuigingstechnieken? Lees dan alles, maar dan ook echt alles over content in 2023 in het artikel via de link in de beschrijving.